FUK leidt kostbaar verlies. DHC veroordeeld tot na competitie. En Kwik gaat voor het ticket Tweede Divisie. Dit en meer dadelijk na de reclame als we gaan terugblikken op het zondagvoetbal. Asta Casino op het Spui 27 in Den Haag is vanaf nu 24 uur per dag geopend. Het gezelligste casino van Den Haag en omstreken. Speel bewust 18 plus. Je eigen weg vinden. Niemand kan je vertellen hoe dat moet. Vrijheid is heel belangrijk voor mij. Het doet goed als ik over de stad uitkijk. Maar ook gewoon knallen. Geen gezeur. Werken met gasten waar je wat aan hebt. Wij zoeken mannen die niet bang zijn en die de vrijheid kunnen handelen. Ben jij zo iemand? Kom even bij ons langs. Het kan snel gaan. Bij Sir Winston kun je 7 dagen per week all-inclusive sporten voor een vaste prijs. U kunt onder andere terecht voor krachttraining en fitness, cardio en gevarieerde groepslessen. Van yoga tot high-intensity trainingen. Wij beschikken over ervaren instructeurs en kennen voordelige tarieven voor personal training. Ook beschikken we over een Finse sauna, infraroodzitjes en een loungegedeelte. Sir Winston Fitness is gevestigd boven Grand Café de Halve Maan en parkeren is gratis. Hartelijk welkom vanuit het Sir Winston Leisure Center Haaglanden voetbalweekend. We gaan terugblikken op het zondagvoetbal en dat doen we met onze analisten René Pas en Ben van Dam. Heren, welkom. Nou, zoals altijd, we beginnen natuurlijk onderin. Vierde klasse A. Ben, SVH speelde tegen Wanikastar. Ja. Vooraf gezegd, Wanikastar is dan nog wel een linker tegenstander. SVH wint, staat in punten gelijk, maar ja, toch, titel... Lijkt naar HDV te gaan. Ja, HDV denk ik de meeste kans op de titel. Maar goed, SVH is ook gepromoveerd. Dus wat dat betreft hebben ze allemaal hun prijsje al binnen. Het is alleen nog de eretitel om kampioen te worden. En meer is het eigenlijk ook niet bij die afdeling. Wat wel een afdeling is met veel emotie, heb ik begrepen. Want het is weer tussentijds even gestaakt geweest. Ja, dat was waar. Ja, ja, en ja. HDV dat won weer ruim van Toefaan. Dat heeft ook een tijdje meegedaan. Ja, en inderdaad wat Ben zegt, al die vierde clubs bovenin, die zijn al zeker van promotie. Ja, het gaat inderdaad, wat Ben ook zegt, alleen om de titel. En ja, die gaat waarschijnlijk dan toch naar ik denk naar HDV toe. Ja, zeker. Ja, dat zit er wel in. Dat Doelsaldo is wel beter. Is beter, ja. Dan de derde klasse A. Het speelde FC Zoetermeer speelde uit in Rotterdam. Tegen die ploeg met die onmogelijke naam. HOVDJSCR. Nou, hoe kun je het verzinnen? Hoe kun je het verzinnen? Ze bestaan al wat langer in die naam als een fusieclub. Ja. Zoetermeer wint. Ja, het gekke is, die hebben daar nog kans op een na-competitie, terwijl ze volgend jaar naar de zaterdag gaan. Ja, ze staan 1 punt achter volgens mij in die derde periode op Blijdorp. Dat heb ik gelezen, dus ja. Ze hebben daar inderdaad nog wel een kansje op. Ik denk dat Blijdorp het niet meer weg gaat geven. Die gaat de laatste thuis spelen tegen AG. Ja. Dat is ook zo'n club uit Rotterdam, heb ik begrepen. Dus, ik denk dat Blijdorp het wel haalt en dan is het feest in de dierentuin. Ja, ik denk het wel. Ja, even weer zonder zorg, want ja, die gaan toch naar die... Ja, precies. Dus het is wel aardig dat je natuurlijk inderdaad dat soort clubs... Dat heb je ook, zie je ook verderop, bijvoorbeeld de Nieuwekerk. Nieuwekerk, ja. Die staan ook hartstikke goed voor in de eerste klas. Ja. Ook naar de zaterdag goed. Dus ja, het kan allemaal gebeuren. Derde klasse B, Wilhelmus tegen Sepp. Ja, Wilhelmus wint gewoon, blijft tweede. Blijft tweede, ja. Ik denk dat die wel met een goed gevoel naar de competitie gaan. Zeker. Hebben toch een goed seizoen gemaakt. Ja. Ja. Nou goed, de Ster dat moest naar ODB toe en ze verliezen daar. En ja, de Ster staat nou ineens onderaan. En ja, nog even afwachten van ook wat uitspraken die nog moeten komen. Ja, ik heb ook begrepen wat perikelen met een uitspraak. Inderdaad nog 3 punten in mindering. Ja. Ze staan natuurlijk nu helemaal onderaan met 2 puntjes achter op degene die erboven staan. Dus dat wordt heel lastig voor de Ster. Nou, ik heb ook begrepen de wedstrijd tegen ODB is ook gestaakt. Maar dan schijnt ODB nu weer... schuldig verklaard zijn. Hè? Zou het publiek van de Ster het veld op zijn gegaan, maar ODB is schuldig verklaard omdat ze waarschijnlijk niet door wilden spelen. Maar goed, die gaan daar weer tegen in beroep. Dus nou, dat krijgt allemaal nog wel een staartje, denk ik dan. Opvallend, René. Remo tegen Graafwilm 2 vak. Remo wint van
van Graaf Willem. En ja, één puntje nodig en dan zijn ze nog veilig ook zelfs. Ja. Ja, dat is Graaf Willem, die hebben ook nog geen na-competitie natuurlijk, hè? Die gaan dat ook niet redden. Nee. Is het ook wel tegenvallend? Zeker weten, want dat is een grote vereniging geworden. Ja, die hadden echt wel gedacht, wellicht nog via de na-competitie iets te gaan kunnen. Toch een heel aardig elftal hebben ze op de been en toch niks halen. Ja, nee, jammer. Opvallend in die derde klasse B vond ik wel ook het verlies van VCS tegen Voorschoten. Werd niet gespeeld op Sportpark Adelgeest, maar bij met Dokkos. Maar die verliezen dan met 11-3. Ja. Dat is lekker bij die club bij feestjes. Die week daarvoor gaat de zaterdag 25 tegen. Ja. Nou, de zondag 11 tegen. Ja. Je vraagt je af wat daar aan de hand is. Als bestuurder ga je niet vrolijk naar een wedstrijd toe dan, denk ik. Nee, zullen ze helemaal geen spelers meer op de been kunnen brengen? Dat alles gestopt is, dat ze zondagsmorgens de kantine lopen en kijken wie er toevallig is. Ja. Die mogen schoenen aantrekken en er gaan staan. Ja, het is eigenlijk belachelijk dat het kan. Ja. Jammer. Ja, zo'n vereniging, zo'n bolwerk geweest. Ik wil zeggen, er staat niks meer op het spel, maar goed, dan nog. Is dat wel heel vorst. Ja, heel graag. Derde klasse A, daar gaat het wel goed met Stompwijk 92. Speelde nu uit tegen RK Des. Nou, ze speelden gelijk. Maar die ploeg heeft goede kans. Of via de na-competitie of via een vervangende periodetitel. Ja. En dat is toch knap. Ja, maar ze hebben ook heel wat goals gemaakt. Ja. Daar hebben we het meer. Want ik geloof dat ze de meest scorende ploeg zijn in die afdeling. Ja. En wel heel verrassend. Zekers. Tweede klasse D, we gaan van de derde naar de tweede klasse. Tweede klasse D. Wippolder ging op bezoek in Rotterdam bij Xerxes DZB. Ja. Ze stonden met 2-0 achter, winnen daar toch nog. En Deli Uithof, die maakte het verschil. Die scoorde ze alle vier. Ja, dat was een goede dag voor die jongen. En we moeten maar eens gaan kijken hoe goed hij werkelijk is. Maar Wippolder doet het gewoon heel erg goed. Zij onze scout. Nee, maar Wippolder doet het gewoon heel erg goed. Ja. Die doen goed mee. En die hebben misschien nog een kleine kans ook om nog na-competitie te gaan halen. Ja, die club heeft het gewoon dit jaar geweldig gedaan. En elke prijs die ze nu nog kunnen pakken is. Het is ook een hechte ploeg. Hè? Vriendenploeg. Ja. Ook, hè? Dan gaat een jongen niet zo makkelijk weg. Dus, nee. Dat ga ik niet. Wie weet wat er nog gaat gebeuren. Dan Olivio tegen Antibarbari. 4-1, verder niet zo belangrijk. Alleen, het was voor het thuispubliek nog wel aardig dat je dan op die manier afscheid denkt van de trainer Martin de Mooij. Ik denk dat Martin de Mooij het uitstekend gedaan heeft. Ja. Is in de middenmoot geëindigd. Terwijl hij toch een moeizame start gekend heeft. Hè. Dat zag er toen niet zo goed uit. Nee. Hele goede serie neergezet. Ja, en toch vertrouwen gehad ook van het bestuur. Ja. En is blijven zitten en is gewoon mooi in de middengroep geëindigd. En volgend jaar gaat hij naar zaterdag voetbal naar KMD. Ja, ook leuk. Ook een uitdaging. Zeker. Tweede klasse C. Daar was natuurlijk wel wat aan de hand. Want Vuk speelt uit bij Teilingen. Vuk nog in de race met DSOV voor de titel. Ja. Ja, dan ga je daar met 4-3 onderuit. Dat is vreselijk pijnlijk. Ja, dat is een hele kostbare. En die nederlaag gaat ze waarschijnlijk ook het kampioenschap kosten. Want ik denk dat ze die in de laatste wedstrijd niet meer terug gaan pakken. Ik denk dat ze dat echt moeten gaan, dat DSOV, dat die de kampioenschap binnen gaat halen. Ja. En dan moeten ze na competitie spelen, Fuk. En dat is absoluut geen prijs. Nee. Dat is alleen maar teleurstelling. En hoe kan je daar weer jezelf opladen om daar alsnog weer een prijs te pakken? Alhoewel, tak 90 probeert het nog wel tegen DSOV, maar goed, het bleef 1-1. Heel duur puntverlies voor Mark Moen en zijn mannen. GDA tegen Pancratius. GDA stond achter, wint die wedstrijd wel. Ja, Abdulassari. Ze staan ook nog één puntje achter op RKD. We hebben nog kans, hoor. Maar ook zelfs de periodetitel. Dus die gaan gewoon de na-competitie in dadelijk. Ja, dat zit er nog in. Is toch wel bijzonder knap. Ja, vorig jaar ook. Dat redden ze net niet. Dat was Dennis Lubout nog wat vervelende herinneringen aan. Maar goed, het is wel knap dat ze toch dit jaar dan weer... toch die kans hebben als je in die na-competitie of volgend jaar eerst altijd, spelen. Altijd een kans heb je. Ja. Ja. GDA heeft een leuk elftal. Ik heb ze gisteren toevallig zien spelen. En ik moet zeggen, dan lopen op het middenveld twee goede jongens. Die hebben een goed uitgebalanceerd team. Ja, bijzonder goed om te horen. RKDO trouwens, dat moest wel een keer. Speelt nu tegen de onderste. Dus dat is niet zo vreemd als je natuurlijk dan met 6-0 wint. Maar wat je zegt, ze moeten ook natuurlijk nog steeds GDA voorblijven, ook in die laatste wedstrijd. Ja, dat is zonder meer een feit. Ja. Anders dan hebben ze eigenlijk niks, zijn ze met lege handen. Maar, wel was er vreugde op de Dieput op eerste Pinksterdag. Ja. HVV uit bij KDO, wint ineens met 1-3. Giga belangrijke punten. Verrassend, heel verrassend. Ja. En ze leven nog, zeg maar. Hè. Ja. Eigenlijk waren ze ten dode opgeschreven. Ja. Het is alleen de pech dat voor Holte ook won. Ja, en voor Holte moet naar halve toe de laatste wedstrijd. Dus dat is gespeeld daar. Want voor Holte gaat zich gewoon veilig spelen. Ja, en dan zijn natuurlijk HVV en Laakkwartier, het kind van de reken. Want die spelen na competitie. En daar word je ook niet vrolijk van. Laakkwartier speelt tegen GDA zondag thuis. Dus dat is ook nog niet zo'n makkelijke wedstrijd. Nee.
Ja, dat gaat nog wel even spannend worden. Ja, die speelde dan wel bij Roak. Dat op zich nu kun je 0-0 is op zich niet zo slecht, want Roak thuis is ook niet zo makkelijk. Nee, het is best wel een aardig resultaat, maar het is gewoon te weinig om je inderdaad direct veilig te spelen. En ja, Laakert heeft maar 1 overwinning gehaald in de laatste 5 wedstrijden. Ja, dus het zit het ook echt niet echt op de goede kant. Te weinig kwaliteit ook. Ja. Belangrijke jongens toch een stapje terug gedaan. Ja, de vereniging hebben het niet makkelijk op het ogenblik. En, ik hoop dat ze erin blijven uiteraard. Want, het zal wel triest zijn, want de eerste klas, nu tweede klas, is het gelijk door. Dat is finesse. Ja. 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 Het was zo mooi dat ze van de derde naar de tweede naar de eerste. En dan ben je even hard, ben je weer terug. Dat is wel zonde natuurlijk. Gaan we naar de eerste klasse B. René Velo speelt thuis tegen PSV Portugal. Ook zo'n ploeg die volgend seizoen terug is in het zaterdagvoetbal. 7-0. Wedstrijd stond hem, niet helemaal, maar toch ook wel een teken van het afscheid van Gerben Koop. Die toch jarenlang in dat eerste speelde. Een speler met een bepaald karakter. Ja. Scoorde zelfs 2 keer. Ja. Toen kreeg hij de publiekswissel, dus de hat-trick zat er niet meer in. Ja. Maar goed, 7-0. Je laatste wedstrijd voor eigen publiek, dan doe je het dan wel goed. Jawel, maar toch, over het geheel genomen, is het natuurlijk een teleurstellend seizoen voor velen geworden. Hè. Dat kunnen we zonder meer stellen. Daar hadden ze veel meer van verwacht eigenlijk. En wat blijft er nou ook in die zondagafdelingen? Ik bedoel, de zaterdag wordt nou waarschijnlijk geen kampioen. Dat is misschien nog een geluk. Maar die kunnen nog wel promoveren via de na-competitie. Dat zou nog mogelijk kunnen zijn, ja. Maar de zondag heeft gewoon eigenlijk om niks gespeeld op een gegeven moment. Nee, een triest seizoen. Ja. Lang meegedaan, maar na de winterstop is het radicaal fout. Kaart thuis in elkaar gestort. Ja, zeker. Ja, goed, ook geen vreugde bij BMT. Dat speelde bij Olympia 1-1. Ja, ook het seizoen voorbij. Ja, althans, wat de competitie betreft. Ja, uitspelen, middenmoot geëindigd. Misschien wel een redelijk seizoen gedraaid voor BMT. En ik ben benieuwd hoe ze het volgend jaar gaan doen met het nieuwe duo Van der Pad en De Wit. Ja, nou goed, ze doen nog mee in het Haaglander voetbaltoernooi. Daar spelen ze tegen FC Schravenzande. Dus wie weet. Zien we ze nog terug in de finale. Dat, ik tip zo voor de finale. Dat zou best nog kunnen. Allemaal, John de Wit die gaat er in ieder geval voor, dat weet ik wel. Den Hoorn, VOC Den Hoorn, debutant. Doet het gewoon gedaan, uitstekend. Knap gedaan als je debutant in die eerste klasse op de 5e plaats eindigt. Dan kan je zeggen, we hebben een goed seizoen gehad. Ja. En ik vind dat Ronald Hessy blijft toch in functie. In welke hoedanigheid weet ik ook niet. Maar hij heeft gewoon een geweldig jaar gedaan. Hij zal wel heel veel bij het elftal te maken blijven. Dat denk ik ook wel, Ik bedoel, dat zullen ze wel doen, want dat verdient hij ook. Ja. Gaan wij naar de hoofdklasse. Ja, in de hoofdklasse DHC speelt uit bij de Bataven. Ja, de wedstrijd waarin, heb ik ook begrepen, de scheidsrechter een hele cruciale rol vervulde. Ja. Daar ben je dan wel lekker mee als je dan zo'n wedstrijd nog met 4-3 verliest. Ik bedoel, als je de punten zo hard nodig hebt. Ja, dat is een hele dure natuurlijk. Maar goed, DHC gaat natuurlijk al veel langer niet goed. Nee. En elke nederlaag die je krijgt, dan is het ook altijd wel heel vaak de scheidsrechter die daar natuurlijk een rol in speelt. Dus je bent teleurgesteld, de bal gaat net daarnaast of je krijgt net de vrije trap tegen. Nee. Je krijgt niet de penalty mee en dat is altijd heel vervelend in die fase. Ja, die gaan dus na competitie spelen of misschien wel zelfs direct. Je ziet, die spelen nog ook 22 wedstrijden. Ja, dat wordt een lot uit de loterij. En twee ploegen gaan er maar blijven. Twee gaan er door, dat is echt een loterij. Dat is echt een loterij dan. Ja. Die kans is denk ik toch heel klein dat ze erin gaan blijven. En dat is toch wel heel erg jammer. Maar goed, ik heb laatst van hun nieuwe voorzitter begrepen dat ze dan vanuit de eerste klas weer op gaan bouwen. Naar de derde divisie, ja. Nou goed, gaan we wel wachten. RKVV speelde tegen MSC. En stonden ook achter, wel gewonnen die wedstrijd weer. Het was wel een keer nodig, laatste wedstrijd was niet helemaal Hosanna. Nee. En nou zijn ze in de middenmoot geëindigd. En ik denk dat ik ook de plaats is waar ze thuis horen dit seizoen gewoon. En de nieuwe trainer, Sikucci, hebben het natuurlijk toch naar boven gedaan. Zeker. Was het even helemaal goed gedaan. Ja. Derde divisie, Kwik tegen Kwik 20. Kwik wint met 3-1, maar René, dat Kwik 20, dat gewoon nog ergens onderin. Die verkeerd, dat was een hele goede ploeg. Ja, vond ik ook. Ik zag mooie crossballen van 30, 40 meter gaan. Ja, ja en Kwik maakte natuurlijk vrij snel, na een minuut of 8 al, gelijk die 1-0. Was wel een beauty. Prachtige goal in de kruising van die nummer 10. Ik weet niet zo hoe die heet, die jongen. Maar was geweldig. En Kwik maakte voor de rust een gelukkige 2-0. Ja. En toen was het eigenlijk al gespeeld en dan werd het dan nog 2-1. Maar uiteindelijk trekken ze hem over de streep. En Joost de Gelder. Joost de Gelder, die kan met opgeheven hoofd afscheid nemen. Ja. Want hij heeft daar meer dan 400 wedstrijden geloof ik in het eerste gespeeld. Ja, dat is geweldig. Kreeg ook zijn publiekswissel. En, en er werden ook nog wat andere mensen in het zonnetje. Hij had net die goal nog gescoord. De straf was 3-1 en hij ging naar de kant de publiekswissel. Nou, Paul, was het afgelopen jaar. Mooi einde. Fantastisch. Nou goed, en Kwik, die na-competitie. Gaan na-competitie spelen. Voor de tweede divisie. Ja, maar goed, zij,
Tuurlijk, ze willen best wel. Die jongens gaan er zeker voor, en Paul van der Zwaan ook. Ja. Maar ja, de vereniging zelf, die vindt het eigenlijk wel leuk als ze in die klasse blijven. Het kon zelfs misschien nog wel tegen Scheveningen spelen. Ja, dat zou een geweldig advies zijn. Als je die wedstrijd zou krijgen, dan zal het natuurlijk zal top zijn. En volle bak. Ik ben echt benieuwd hoe die twee tegen elkaar gaan spelen. Ja. Hoe de krachtsverhoudingen zijn als het echt ergens om gaat. Westlandia was jammer, speelde tegen UNA en ging onderuit. UNA natuurlijk ook niet de minste ploeg, maar daardoor is het ook over voor Westlandia. Ja, het is heel spijtig. En aan de andere kant moet je ook zeggen, Westlandia is het seizoen heel slecht begonnen. Ja. Hebben heel lang onderin gebivakkeerd. Hebben het op laatst enorm goed teruggetrokken. Ja, en dan natuurlijk de derde periode inderdaad naar zich toe kunnen trekken. Maar ik denk alle lof voor Westlandia, hoe ze dat hebben beëindigd. Het is gewoon triest dat ze dus net geen prijs pakken. En ik over scheidsrechters gesproken, nou daar liep er gisteren eentje. Dat was echt niet te geloven. Die keurde twee doelpunten af van Westlandia, niemand weet waarom. Nee. En had een strafsom moeten houden. Dat was wel heel erg spijtig. Ja, dat had nog van belang kunnen zijn, zeker. Absoluut. Ja. Ja. Goed, de laatste wedstrijd komt Westlandia op bezoek komende zondag bij HBS. Bij HBS. Ja. Ja, ik bedoel, Westlandia heeft geen. En HBS kan nog een puntje gebruiken. HBS overigens dat zelf wel knap won bij Kuik. Ja, ik heb ook begrepen dus dat ze al 10 man stonden en dat er dus een penalty was gemist door Ruben Schaken. Mulder was er weer uitgestuurd. Mulder, ja, die heeft helaas opnieuw weer een rode kaart gekregen. En toch bijzonder knap dat HBS hem dan toch nog over de streep trekt. Bij Kuik, die wel de laatste weken niet zoveel wedstrijden meer had gewonnen. Maar goed. Schaken miste eerst nog een strafschop. Ja. En dat maakte daarna nog wel de 0-1. Gelukkig wel. Ja. En ik ben benieuwd, volgende week wordt een hele belangrijke wedstrijd voor HBS, want die hebben inderdaad nog een punt nodig. En Westlandia, ik denk dat ze altijd wel willen spelen. Ik kan me voorstellen dat HBS volgend seizoen liever HBS in die derde divisie dan dat je naar ver weg is dan moet. Ja, ik zal dat zeker willen. Ja. Maar goed, het gaat om Westlandia. Ja. En die jongens die spelen denk ik misschien ook nog wel om te winnen. Ja. Ik heb geen idee, ik hoop het. We gaan het afwachten. Ja. We zijn gelijk aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal Weekend. Waarin we terugkijken op het zondagvoetbal. René, Ben, bedankt. En thuis ook bedankt voor de aandacht. Tot de volgende keer.